En als je er één ding van kan leren, dan is het vooral dat het belangrijk is dat je goed kijkt. Dat je goed waarneemt en dat je daar rust voor neemt, dat je eraan overgeeft. En dat je niet het verstandelijk benadert, maar dat je het echt geconcentreerd waarneemt. Dat is, en dat vind ik zo mooi aan die stukjes. En ook hoe ik mijn vader ken als iemand die een uur of anderhalf uur in zijn raamopening kan zitten. Trouwens niet toen ik kind was, maar later toen hij zelfstandig of alleen woonde zonder ons verwaard huis uit. Anderhalf uur in een raam zitten en dan kijken hoe het donkerder wordt, hoe het gaat regenen, hoe de regen weggaat, hoe de vogels vliegen, hoe ze reageren. Echt kijken. Hè? En dat is iets wat trouwens zelf... zoveel geduld heb ik voor de dingen niet, maar ik leer het daardoor wel of zo. Weet je? Je ziet wel wat het oplevert als je echt kijkt. Die tweede blik. Deze koffiebar, die gerund wordt door mijn vrouw, die Joe wilde altijd dat er kunst was, maar niet dat er foto's of schilderijen in die koffiebar hingen. Het is ook een heel mooie lege ruimte. En zij heeft toen gezegd, die ruimte, die kelderruimte, die zou eigenlijk voor kunst beschikbaar moeten zijn. Dus je kunt kunstwerken laten zien, dingen die echt autonoom gemaakt zijn, video kunstwerken. Maar je kunt ook registraties van kunstwerken laten zien, performances, dingen die met dans te maken hebben, dingen die met architectuur te maken hebben. Kan eigenlijk alle kanten op. Je laat een compilatie zien die gewijd is aan Bart Vechter. Je noemt het In Memoriam Bart Vechter. Bart Vechter is een Rotterdamse filmmaker. Hoe ken je hem? Hoe ken je zijn werk? Iemand wees me op een gegeven moment op van ja, er is die man daar, dat was ik bij de player. Dat is een experimentele filmmaker. En toen ben ik met, en dat was Bart, en daar ben ik mee in contact gekomen. En het was heel leuk. En toen bleek dat die man had een schat aan films die... Ja, die echt over licht en beweging en vorm gaan. En daar was ik echt verbaasd over. Ik vond het echt ontzettend mooi. En dat staat ook heel dicht, daar, zijn werk staat ook eigenlijk steeds heel dicht bij het medium. Bij het medium film. Vooral ook omdat hij in de loop van zijn carrière, zeg maar, zelf computerprogramma's, software is gaan ontwikkelen. Om dingen te kunnen, om bepaalde vormen of bepaalde kleuren te kunnen maken. Ja, ik was heel erg enthousiast over zijn werk en toen heb ik hem gevraagd of hij een compilatie van zijn werk wilde maken. Dat heeft hij heel mooi gemaakt. Hij is hier verschillende keren geweest en vond het eigenlijk een prachtige ruimte om zijn werk te laten zien. Hoe meer ik naar kijk, hoe meer ik ook zie dat het bijvoorbeeld dat het voor mij te maken heeft met, ja, met bijna tijdloze bewegingen in patronen. Dus bijvoorbeeld in tapijten of in, dat doet me soms ook aan Indische batik patronen denken. Dus het krijgt een soort tijdloosheid. Ja, tradities. Er is een sterke traditie van decoratie in dat werk.
heb zelf het idee dat mijn vader het helemaal niet zo belangrijk vond dat zijn films voor een groot publiek werden gezien. Hè? Hij zal dit wel leuk gevonden hebben trouwens, denk ik. Maar hij zou er niet over opgeven en het zou hem niet heel erg bezighouden. Ik voel het ook een beetje zo. Die films die zijn nu gedigitaliseerd, gearchiveerd. En ik zal er alles aan doen dat het zo makkelijk mogelijk is om die films te vertonen als iemand daar behoefte aan heeft. Maar ik ben niet geneigd om die films nu te gaan promoten of echt aan de man te gaan brengen. En ik geloof ook niet dat mijn vader dat gedaan heeft. Hij heeft producers gehad die dat natuurlijk voor hem wel gedaan hebben. En voor hem waren verbintenissen met andere filmmakers denk ik ook heel belangrijk. Maar ik ga nu niet de Jehovah spelen. We leven in een tijd waar het lijkt alsof er een soort breuk is ontstaan tussen kunstenaars en publiek. En dat veel mensen op die manier ook over kunst en cultuur praten. Zo van, ja, maar het is niet voor mij en het interesseert me niet en ik vind het te moeilijk. En dat soort teksten, zeg maar. Terwijl aan de andere kant, wat jij vertelt en wat andere mensen vertellen over deze films, is een hele primaire emotie die iedereen kan ervaren. Yep. Dus daar zit een soort vreemde spanningsveld zit daar tussen. Ja, ja, ja. Wat ik al zei als kind, dacht ik moet het allemaal snappen en ik ben eigenlijk te dom voor kunst. Nou, dat is eigenlijk het ergste wat kunst kan doen. Dat kunst je een gevoel geeft dat je dom bent. Dat is eigenlijk heel verschrikkelijk. Dat komt vaak door de manier waarop musea kunst presenteren en dat ze het hebben over stromingen die je niet kent en namen die je niet kent. En dat je vergeet gewoon te kijken naar wat het is en te ervaren of je er iets bij voelt of niet. Er was één, ik weet niet meer hoe die film heet. Maakt ook niet zoveel uit. In ieder geval die met die muziek van Steve Reich, die film. En ik dacht, ja, dit is iets wat in hem zat als kind al. Het is de innerlijke wereld van de kunstenaar waar je naar kijkt. Je kijkt naar de binnenwereld van een mens. He? En dat is eigenlijk echt magisch. Dat is kunst. He? Dat je naar de binnenkant van een mens kan kijken. Naar de binnenwereld of zo. Dat,